Hey, welkom terug. Dit is Dutch Dragon. We spelen nog altijd Victoria 3. En het lijkt allemaal heel goed te gaan. Bijna 30.000 per maand extra. Dat is natuurlijk supergoed. Maar het gaat niet helemaal lekker, want we hebben meer dan 1 miljoen radicalen. En daar moeten we echt wat mee doen, want dit gaat op termijn echt een mega probleem worden. Die radicalen moeten we sowieso onder de duim houden. En we hebben maar liefst 250.000 mensen die echt goed boos zijn. Dat zijn vooral de mensen hier. En als deze in opstand komen, dan kunnen we daar eigenlijk ook niks tegen doen, omdat we geen leger hier in de buurt hebben. Dus ik wil hier mijn leger wat gaan uitbreiden. Ik wil ook even wat dingetjes anders gaan doen. Coal mine, die wil ik houden. Ik ga even alles opnieuw doen. Dit loopt al, dus is zonder dat stop te zetten. Oh, het feit dat ik het stop zet, betekent niet dat ik minder geld heb. Dat is vreemd. Belasting een beetje verlagen. Lonen hier even gelijk trekken. Kan ik hier nog iets mee? Niet echt. Relaties verbeteren lijkt me ook heel goed. Met wie dan vooral? Ik denk dat we trade agreement. Dat is niet echt in mijn voordeel. Protective, cautious. Improve relations, dat zit er niet in. Ik krijg toch wat meer naar de Verenigde Staten dan misschien. Ja, verder kan ik ook niet zoveel mee. Influence, hartstikke leuk, maar ik heb wat dat betreft veel liever wat meer autoriteit. Greener Grass Campaign in Transvaal, die ga ik stopzetten, want ik hoef niet per se hier meer inwoners te hebben. Dat komt allemaal wel goed. Violent suppression wel. Road maintenance volgens mij ook nog niet echt een issue. Trade routes, expensive goods. Market access in Transvaal is vrij laag. Misschien dat het op die manier ook al een beetje oplost. Hoop ik dan maar. En verder. Ja, geloof ik het wel eventjes. We hebben dus heel veel radicalen. Die komen dus voor een groot gedeelte omdat ze gewoon overwonnen zijn door een ander land. Namelijk door ons. Maar we hebben ook heel veel mensen die hun baan kwijtraken. En heel veel mensen decreased standard of living. En die was op zich best oké, maar is inderdaad aan het zakken. Dus dat is misschien wel onze grootste uitdaging. We hebben hier nog een diplomatic play. Declare neutral, yes. Daar ga ik me absoluut niet mee bemoeien. Markets. We hebben mega tekort aan ijzer. Zo erg zelfs dat het hier en daar echt compleet stilvalt. Nou kan ik dat in ieder geval oplossen door hier hoppatee, de zaak wat te verbeteren. Dan heb ik in ieder geval minder ijzer nodig. Een heel klein tikje geven dat hij langzaam weer kan lopen. Trade routes, states in turmoil, dat is allemaal bekend. Declare interest, nou, Engeland sowieso. Expensive goods, iron, import. Kijk, 70 uit Westfalia, Zweden. En Austria, dan importeer ik nu vrij veel. Dat lijkt me voorlopig dan ook wel even genoeg. Verder heb ik te weinig konvooien, zegt hij. Dat zou ook kunnen komen dat ik daar laatst nog wat mee gesleuteld heb. Hé, die heeft niet dezelfde. Oh, dit draait veel beter dan. Hop. Iets minder grain, meer fruit, meer sugar. Lijkt me sowieso goed. Kijk, dit is zo'n wijziging. Als we dus dit doen, dan hebben we minder laborers nodig. En dus verliezen heel veel mensen hun baan. Dat moeten we dus niet al te veel doen. Om zorgen dat zoveel mogelijk mensen blijven werken. Coal mines. Iron mines.
Oeh, dit zorgt wel voor heel veel extra iron cost. Iets meer tools en iets meer kool. Maar ik heb nu heel veel tools weggehaald bij andere plekken. Dus dat zou daar dan ook moeten kunnen. Right, do I softwood? Ja, oké. Okay. Dit lijkt me dan weer wat beter. Sulfur mines, dat zit er nog niet in. Oké, okay, dus mijn winst is nu grotendeels weg. Maar als het goed is, gaat de standard of living wel weer wat omhoog. Kijk, radicals is nu al meteen gezakt. Total separation loopt. Hoe zit het verder met mijn government? Er zijn ook groepen die ik eigenlijk een beetje weg wil hebben. Suppress. Die zijn super angry. Als ik die nou wegkrijg, dan ben ik hier van mijn tax income penalty af. Dus dat is ook wel een goede. Dat betekent dat ik een kleine concessie moet doen door bijvoorbeeld een belasting af te schaffen. Die levert toch bijna niks op. Als ik die weghaal, heb ik als het goed is genoeg over om hier... Dat kost 200. Damn. Die levert 1,6, 1,6, 2,9. Nou, halen we die ook weg. Nee, suppress. Ik kan ze alleen boosten. Dan ga ik de industriële boosten. De intelligentsia kan ook. Kost ook 200. Die zijn al super tevreden. De Armed Forces op zich ook. Ik wil vooral die landowners eruit. Kan ik ze niet gewoon eruit mikken? Nee, dat levert... Nee, daar worden ze alleen maar bozer van. Nee, laat ze dan maar in de regering zitten. Maar kan ze dat dus niet? Nou, dit kan wel. Suppress. Ja, is in government. Is ook wel logisch dat je als regering niet je eigen partij kapot kan maken. Oké. Okay. De industriële dan maar. Denk ik. De intelligentsia. Ja, die bekijk ik nog liever. Maar ja, dit levert nou niet echt op wat ik had gehoopt. Misschien kan ik andere dingen doen. Decrease. Encourage manufacturing. Zo, gewoon mijn fabrieken hier eens wat harder laten werken. Dat zou er goed ook voor moeten zorgen dat we meer goederen gaan produceren. En dat weegt dan misschien ook wel op tegen dat kleine minnetje hier in bureaucratie. Kijk, het schiet gelijk omhoog. Input, shortage, coal. Nitroglycerin. Nou, toch voor deze dan. Hier blijf ik verder vanaf. Zijn we verder nog allemaal aan het bouwen? Alleen een coal mine. Nou, dat mag sowieso doorgaan. Die heb ik toch hartstikke veel nodig. Hop, laat maar doorgaan. En hier, met het risico dat hier straks opstanden gaan komen, wil ik mijn barracks wat vergroten. Misschien een beetje asociaal groot, maar... Heb ik toch geen verkeerde optie dat ik hier in Afrika ook wel een beetje eventuele opstanden de kop in kan drukken. Terug naar home. Ja, Transvaal Turmoil, daar wordt aan gewerkt. Secession Movement, Tibetans in Reserve. Ik heb er nu 22. Ja, misschien... 10. 10. En 5. Ja, ik kan die nu wel weggooien. Ja, dat levert ook weer gedonder op, want dan raken weer mensen hun baan kwijt. Misschien toch een beetje vanaf blijven. Zijn er verder die gebouwen die echt continu verlies maken? Ja. Paper mills. Want. Oeh, die is een beetje ook. Paper. Nou, zo maken ze in ieder geval meer winst. Geen sulfur meer in te kopen. Dit levert alleen maar minder laborers op, maar dat is verder niet extra winstgevend. Dus die heb ik dan denk ik opgelost. En hier de shipyards. Nee, die had ik al aangezet. Papermail is even weg. Shipyards. In Holland. Wat is het probleem? De manowars zijn geen donder waard.
Die kocht ik in, dacht ik. Ja. Import Trade Route. Maar die wordt vanuit Engeland georganiseerd. Ja. Ja, dus ik koop ze blijkbaar in. Dus dat heeft dan niet heel veel zin. Dan kan ik misschien beter inzetten op... Ja, dan wordt het ineens super duur. Ik weet niet of dat het beter maakt. Ik kan het even proberen. Ja, blijkbaar is dat wel winstgevend. Ja, dat was van hele korte duur. Maakt misschien wel mijn visindustrie weer winstgevender. Fishing wharves. Ja, die maakt hierdoor wel winst, want mijn clippers worden natuurlijk goedkoper. De prijs van vis is super stabiel. Dus daar valt niet zo heel veel aan te doen. Input shortage. Ja, zie je, dan heb jij weer schepen nodig. Daar kan ik niks aan veranderen. A power of the purse. Meer offense, meer defense. Meer officers nodig, minder servicemen. Nou nee, dat doet niet zoveel dan. Shipyards. Ja, dan zou ik zeggen, zet er eentje op Man of Wars of zo. Fishing Wars, waar zit die nou? Shipyard? Daar, Shipyard. Ja, dan zegt hij dat dit wel meer winst oplevert. Dus hij weet het zelf volgens mij ook niet helemaal. Maar goed, laat dit dan maar zo staan. Kijk, ook dat verandert weer, of niet? Nee, dit verandert niet wie er komt werken. Het verandert alleen wat er geproduceerd wordt. Oké, gelukkig. Dat is gunstig. Heb ik nu nog wat over voor extra belasting? Nee. Budget. Ja, we hebben nog steeds voldoende reserves. Dus we kunnen dit echt wel een tijdje aan. Game speed mag voor mij wel iets omhoog. Hey, British Indonesia Trust activated. Oké. Okay. Hier zijn de mensen echt kwaad. Die wil ik sowieso. Die moet ik alweer als eerste doen. Dat is natuurlijk gewoon goudmijnen. Hoppatee. Er zat hier al een construction dingetje. Nee, dan zullen we die even helemaal als eerste doen. Hé, hey, waarom staan die hier nou niet bij? Ja, kom eens aan. Alright. Zo. Die eerst maar even bouwen dan. En dan de rest. Alright. Game speed mag voor mij naar 4. We maken winst. General staff unlocked. Kijk, standard of living schiet meteen omhoog. Aantal radicalen is... De maand loopt nog. Er was 3 ton bijgekomen, nu maar 200.000. Dat is natuurlijk nog steeds veel te veel. Nou, de kerk is boos. Aantal loyalists stijgt ook gestaag. Dat is dan wel weer prettig. Dit blijft maar... Maar ja, het neemt wel ietsje af. Ja, het neemt af. Dat is gunstig. Oké. Inwonersaantal stijgt ook flink. Dus wat dat betreft lijkt het allemaal weer een klein beetje beter. Ja, standard of living zit in de lift. Mooi zo. Military. De Canada Skirmish Infantry. Cannons. Ja, ik moet wel gewoon een goed leger hebben. Daar moet ik ook niet te veel op bezuinigen. Oké. South Africa. Oh, dit stond al goed. Ik kan zeggen wat een gek, maar dat is dan vooral vanwege Afrika geweest. Oké. Wat was ik ook weer aan het onderzoeken? Ik ben het iedere keer kwijt. Chemical bleaching, ja, dat is voor papier. Is dat nog relevant? Want ik had het idee dat ik helemaal geen tekort aan papier meer had. Nee. De prijs van papier is niet mega hoog. En als ik nu naar bleaching ga, dan heb ik nog steeds sulfur en dye nodig. Maar die sulfur, die wil ik
maken we op dit moment eigenlijk helemaal niet nodig. Kijk, die staat hier nu ook als zijnde zinloos. Dat is de timer. Maar een beetje aan de vroege kant. Ja, het zit dus op een kwartiertje. Kijk, dat lost dat ook meteen op. Dat is mooi. Is er nog iets waar we niks doen qua... Kijk, deze. Nou, dat is een minimaal verschilletje, maar goed, pak het toch maar even mee. Verder loopt het wel. Import route, zo. Sorry. Waar gaan we tekort aan? Ammunition. Ja, hoeveel heb ik dat nodig? Waarschijnlijk wel heel veel. 24. Vanwege alle barracks. 24. 1. 2. 3. Dat is ongeveer 24 als ik goed geteld heb. Dat zou dat in ieder geval moeten oplossen. Battalions in reserve. Recruit. South Africa is het dan. Wil ik iemand van de kerk? Of iemand van de armed forces? Traditional commander. Surveyor. Arrogant. Artillery commander. Of ambitious. Open terrain. Experienced. Ja, dit is sowieso de betere. There you go. Right. Oké. Hé, hey, is dat een Duitse vlag? Oh nee, Boldek. Hé, hey, we gaan naar 16. Dit gaat helemaal de goede kant op. Het aantal radicals daalt nu echt hard. Dat is mooi. Dat is gunstig. We maken nog steeds winst. Ook prima. Hey, oh, ik wou zeggen, ik ben er nog niet zelf aan het verbouwen, maar dit is de coal mines. Sorry, de gold mines. Veel belangrijker nog. Ik ben het chemical bleaching aan het onderzoeken, want ik eigenlijk denk, heb ik dat wel nodig. Railways, hartstikke leuk. Ik heb nog geen eigen treinen. Elektriciteit lijkt me ook wat vroeg. Ik ga eens even kijken, waar is nu het grote tekort aan in mijn land? Misschien moet ik daar eens gewoon even mijn... Het is een groot tekort aan luxury furniture. Oké, we gaan naar de furnitures. Furnitures. Hoe staat die hier? Daar. Maar eentje? Ik heb toch veel meer? Market. Nee, buildings. Sorry. Urban. Furniture. 1 in Friesland, 2 in Gelre. Oké. Wat kan ik veranderen? Ik kan een mechanized. Meer tools, meer wood. Ja, wood heb ik al een flink tekort aan. Het levert wel iets meer furniture op. Ik kan natuurlijk vooral luxury furniture. Het levert al meer luxury op. Dus dat is sowieso goed. Doe dit nog iets? Nee, het vervangt alleen mensen door machines. Ik denk dat we die gewoon moeten uitbreiden. Dat lijkt me dan de beste oplossing. Food industry. Kan er ook wel eentje bij. Shipyards, ja. Zo zinloos dit. Ik heb er 4. Ik zou zeggen, laat er 2 op gewone draaien. Maar ik kan ze niet per stuk indelen. Dus jammer. Beetje een verloren dingetje. Wat is hier aan de hand? Ook niet echt dat je zegt winstgevend. Harvesting tools. Nee, doet ook niet veel. Potatoes. Meer liquor. Minder fruit. Minder sugar. Tja. Kijk, dit gaat prima. Die fertilizer is niet super duur. Nou, hij maakt in ieder geval winst. Dus laat hem maar even zo. Arms industry. Blijft een beetje mijn handicap. Rifles. Ik met rifles kan ik veel meer small arms maken. Small arms. Dutch market. Ik verkoop er 60. 50 aan de arms industry. Tja, blijft ook gek af en toe. Iron, nog steeds een dingetje. Ja. Moet ik er zelf bij maken. Er zit niks anders op. Dan ben ik ook weer hier op dit gebied aangewezen, wat mij betreft. Zal hij ook een port nodig hebben? Oh, die heeft hij niet. Nee, ik kan dit wel helemaal volgooien, maar dat gaat hem niet worden, want je hebt geen ports. Dus dan moet jij misschien toch wel naar Railworks. We have total separation. Oké. Dan een logische volgende stap.
En het laissez-faire, ik weet niet of ik daar nou zo gelukkig mee ben. De investment pool wordt lekker gevuld, maar verder. Dit maakt de landowners. Dit is, vindt eigenlijk iedereen beter. Behalve de industriëlen. Zorgt wel dat de mensen die echt pissig op me zijn, een stuk minder pissig zijn. Can subsidize agriculture ranges plant. Ja, alles met landbouw kan ik dus subsidiëren. De aristocraten zorgen voor extra investment pools. Hier kan ik bijna niks subsidiëren. Nou, dat is ook niet waar. Oh nee, de investment pool kan op andere dingen worden ingezet. Ja, oké. Public schools heb ik al. No health system. Nou, dat is met 3% steun voor. Child labor kan nog steeds niet afgeschaft worden. Wat triest. Right of assembly. Terug naar censorship. Nee. National Guard. Guaranteed liberties. Nee, dat maakt ook weer mensen pissig. Misschien moet ik er maar gewoon even afblijven. Wealth voting. Nee. Total separation. Dat is geregeld. Professional army. National militia. Monarchie blijf ik sowieso. Mercantilisme. Daar ben ik wel vanaf. Ik wil gewoon naar free trade. Maar ja, daar kan ik ook nergens meer belasting op heffen. Dus het gaat heel veel geld kosten. Protectionisme. Nee, willen ze allemaal niet aan. Dedicated police force. Naar een local police force. Nee. Nee, we laten het gewoon even zo dan. Een verkeer hebben we niet aan het sleutelen. Colonial growth. Kan ik misschien wel eentje afhalen. Die hoeven niet meer heel hard te groeien wat mij betreft. Hoe zit het met de population? Ik heb genoeg mensen zonder baan. Hier niet. Hier kan ik heel veel mensen aan het werk zetten, zo te zien. En hier kan ik eventueel wel een poort bijbouwen. Ik zet hier de goede kant op. Klein verliesje. Wat is hier aan de hand? We kunnen best helpen. En hier is het. Oeh, East India Company tegen Engeland. Dat is een interessante. Oh, dat is een opstootje. Nou, dan gaan we gewoon Engeland steunen als het nodig is. Maar goed, standard of living blijft stijgen. Klein tekortje in mijn bureaucratie. Er is steeds een overkill aan invloed, maar ik kan er niet zoveel mee, heb ik het idee. Make dominion, liberate subjects, humiliation, conquer state, daar ben ik allemaal niet van plan. Open market. Take treaty port. Ja, Flanders, ja, dat zou mooi zijn. Transfer subjects. Nee, daar heb ik allemaal niks mee. Diplomatic action. Defensive pact. Oeh. Does not accept. Customs union. Spanje. Change to our custom union. Oh, dat is lekker. Kan ik prijzen onderdeel maken van mijn markt? Ja, dat gaat hij toch nooit doen, denk ik. Nee, would not accept. Bankroll. Asked to become protectorate. Dacht het niet. Alliance. Alliance. Would not accept. Not accept. Ja, waarom is dan groen? Take on debt. Trade agreement. Ja, dat zijn alle landen waarmee ik handel drijf. Maar de meeste ben ik afhankelijk van. Dus dat kost me heel veel belastingen die ik dan niet meer kan heffen. Mocht je dat niet helemaal snappen. Ik heb hier natuurlijk allerlei trade routes. Bijvoorbeeld hier mijn hout. Dat importeer ik uit Zweden. En als ik met Zweden geen handels... een handelsverdrag sluit, dan kunnen zij geen importheffing meer leveren op hun ijzer. Dus daar zou ik heel blij mee zijn, maar hij ziet het waarschijnlijk niet zitten. Nee, dat wil hij niet. Het geldt voor de landen die mijn producten kopen natuurlijk net andersom. Dat klonk een beetje vaag volgens mij, maar goed. Market. Hey, die handel is weggevallen.
Market price, Man of Wars. Ja, dat is echt dramatisch slecht. Prima. Die kopen dan goedkoop in. Meat is niet meer zo interessant. Clippers ook niet. Hardwood heb ik zelfs een beetje over. Waar zitten de grote tekorten? Porselein. Porselein. Een glass factory mag ook wel wat groeien dan. Maar die kan ik volgens mij wel porselein laten maken. Oh, nog niet. Ja, dat moeten ze nog leren. Ik kan ook hier de überhaupt... Wie koopt er eigenlijk glas bij mij? Ik maak nu meer porselein dan glas. Wat sowieso wel vreemd is. Nou, het verkoopt beter, dus prima. Is er een markt voor glas? Consumption. Ja, niemand. Ik maak het, maar ik doe er niks mee. Ik zou ervoor kunnen kiezen om mijn Urban Center hier bijvoorbeeld market stalls te laten gebruiken. Ah, dat kost meteen 25 glas. Zoveel glas heb ik helemaal niet. Dus heeft ook geen zin. Nee. Goed. Trade routes, need convoys. Daar kan ik niks aan veranderen. Toch? Maar heb ik dat al goed gezet? Ports. Dat staat allemaal goed, ja. Railways unlocked. Ja, wat ik kan doen nu, is dus hier railroads bouwen. En als ik dat doe, dan heeft dat treinen nodig. Die kan ik niet maken. Treinen kosten staal. Dat maak ik ook nog niet zelf. Heeft nog meer ijzer nodig. Dus dat voorlopig, treinen zijn hartstikke interessant. Maar voor mij op dit moment gewoon niet te doen. En ik heb ook genoeg ports, waardoor het ook niet echt nodig is. Enige plek waar dat misschien wel nodig is, is straks hier. Ik hier ook al wat government administration kan gebruiken trouwens. Oké. Hoe gaat het hier? In ieder geval mijn barracks aan het uitbreiden. Dat lijkt me heel goed. Toch nog een extra construction camp. Heb ik nou logging camp aangezet? Voor mij heb ik ongeluk een logging camp aangezet. Oh nee, ook een construction camp. Die mag naar boven. Die is al bezig. Die mag helemaal naar boven. Ik haal even een paar barracks weg. Dan komt eerst glassworks haal ik even weg. Dan komt in ieder geval het construction office dichterbij. Mooi. En dan... Nou ja, die government administration die komt wel. En dan hier hebben we even wat extra barracks. 10 is misschien wat veel, maar... in ieder geval wat beter voorbereid. Zo. En de construction industry die hier zit... mag van mij ook op deze manier gaan werken. Want dan werken ze wat harder, is er wat meer werkgelegenheid en worden... gebouwen sneller gebouwd. Oké. Standard of living is nog steeds omhoog. Mijn aantal radicalen stabiliseert. Het is nog niet top, maar het is echt wel een verbetering. We maken geen winst meer, maar we zijn wel als een gek aan het bouwen. Dus hoop ik helpt dat ook. Al die barracks kosten natuurlijk ook meer military cost. Dus ik moet die ietsjes naar beneden zetten. Laten we hem even zo doen. Ja, maak in ieder geval weer winst. Goed, een aflevering waarin we het dus vooral even bekommerd hebben op de wensen van het volk. En dat werkt. De radicalen zijn, ik dacht dat we op 1 miljoen zaten, nu gezakt tot 850.000. Dus dat zijn er toch 150.000 minder die boos op me zijn. Laten we hopen dat het zo blijft. Bedankt voor het kijken weer en heel graag tot de volgende keer.